Tom Zoontjes een beter afscheid dat jij in die kunnen wensen? Nee, dit is, ja, dit is heel mooi. Hier hoop je op en dinsdag viel even tegen. Maar dan deze kant op reizen en dan met 4-1 winnen, dat is, ja, is fantastisch. Ja. Een jaar geleden stonden wij nog op een speeltuintje op Ter Spekke te analyseren wat er misging het vorige rampseizoen. Ja. En een jaar later, wat is er allemaal gebeurd, joh? Nou ja, naast dat de competitie natuurlijk drastisch anders is geworden, hebben wij een aantal jongens in de beide groep gekregen die, die ons compleet maakten. En zodoende hebben we een hele goede start gehad. Een wat minder middenstuk en ik denk vanaf eigenlijk het voorjaar weer hersteld. En, helaas hebben we de titel moeten laten lopen, maar des te knapper is het dat we toch omgeschakeld hebben en over 4 wedstrijden toch nog promotie hebben afgedwongen. Dus dat is echt respect voor de hele groep. Jullie tonen vandaag ook veerkracht, ja. Want als het aan de kans had gelegen, je kruipt wel dat over de naald. Ja. Zeker, ik denk dat we het eerste part zeg maar, voor de drinkpauze. Ik denk dat er voor mij twee 1-op-1 momenten geweest zijn. Tim die nog een fantastische vrije trap pakt. Had een beetje te maken met de keuze van de tactiek waarin we echt op 1-op-1 echt een mandekking gingen spelen. Maar dat betekende wel dat de ruimte er lag voor de lopers. En hun rechterkant was hun rechterkant die was zeker de eerste half uur heel gevaarlijk. Maar je merkte wel dat de krachten langzaamaan wegvloeiden. En de goal die wij maakten, dat was eigenlijk wel voor ons, maar ook voor hun wel een breekpunt. Dat wij iets makkelijk gingen voetballen. En dat zij het wat minder makkelijk konden opbrengen om alles aan te lopen. En hebben we ook de tweede helft vlak naar rust nog een keertje echt een mazzeltje gehad. Maar daarna hebben we eigenlijk continu aan de goede kant gezeten. Ook wat betreft de scores. Want we krijgen dan een tegentreffer. Maar heel kort erop maken we 3-1. En dat was wel het moment waarop ik het gevoel had van nu zijn we er wel. Het is voor jou het einde van de rit. Dan ga je op de schouders na afloop. Niet in de verleiding met de tweede divisie in aantocht? Nou, nee. Ik heb die keuze eigenlijk, het is het anderhalf jaar terug al gemaakt. En dus het is, ja, ik heb er langzaamaan aan kunnen wennen dat het afscheid echt naderde. En, dit is gewoon heel mooi op deze manier afscheid nemen. Tweede divisie zal ongetwijfeld ook heel mooi zijn, maar het is goed zo. En ik ga af en toe wel eens kijken op de zaterdag. Proost. Dan gaan we nog een biertje drinken, denk ik, met het mooie weer. Tot goed. Dankjewel.